Allemaal zover. Goed. Als het goed is, bent u dan mevrouw, is het Jeannette of Jeannet? Jeannet. Jeannet, ja, de Frans. Ja, stille thee. Meneer Van der Weer, meester Van der Weer, op, ja. Op zijn Nederlands. Ja. Ja. Goed, aan de andere kant, meester Polano. Nog iemand van de pers, voorzitter. Nog iemand van de pers, ah, oké. Okay. Goed. Verder, neemt u plaats. Oké. Over pers gesproken, dat is misschien wel goed voor u om te weten. Er zit ook een mevrouw van de pers, helemaal aan de rechterkant, die maakt audio-opnames. U wist van het verzoek om die opnames te maken, althans dat zou u zijn doorgegeven. Heeft u bezwaar tegen het opnemen van uw stem? Ja. Dan wil ik u dus verzoeken om op het moment dat meester Polano aan het woord is, om dan met de mute of hoe je het ook wil noemen. Ja. Van onze zijde is er trouwens geen bezwaar, ook niet om het onvervormd... Nee, het wordt ook onvervormd uiteindelijk om en weer gegeven als het dan allemaal op de site terechtkomt. Goed, dat voor wat betreft een praktisch puntje. We zitten hier natuurlijk voor de behandeling van een verzoek. Verzoek ingediend door de Stichting voor Waarheid. Verzoek gericht tegen, in ieder geval oorspronkelijk gericht tegen het college. Met het verzoek om bepaalde medicijnen, de vergunning, althans de handelsvergunning, ervoor te laten schorsen. Het college heeft kortweg gezegd, ja, wij zijn niet de juiste instantie. U moet in Europa zijn, om het zomaar even samen te vatten. U heeft erover gezegd, dat kan niet kloppen. U bent wel degelijk bevoegd. U heeft daarbij ook verwezen naar wetgeving. Nationale wetgeving, maar ook Europese wetgeving. En het college handhaaft het standpunt in besluiten bezwaar dat ze toch wel degelijk niet de juiste instantie zijn. Helder? Ja? Ik zie u knikken. Daar gaan we het zeker over hebben. Ja, goed. Maar dat is de meer inhoudelijke discussie al. We zitten hier bij voorlopige voorzieningenprocedure. De eerste vraag die dan altijd besproken moet worden, is er überhaupt spoed bij het verzoek? Nou, het verzoek was gericht op het laten schorsen van die handelsvergunningen voor medicijnen die zouden worden ingezet. Wilt u zelf eerst toelichten op de spoed van uw verzoek? Goed, op zich hebben we dat ook al gedaan. Ik kan het nog een keer doen. We hebben er ook nog geen reactie op gehad. Wat u wilt. Nee, als eerste, ja graag. Ja, het is uw verzoek, uiteindelijk. Ja. Kijk, het probleem natuurlijk is dat bij de vraag of een spoedeisend belang is, dat die eigenlijk samenvalt met de inhoud van de zaak. Dus het gaat ons erom dat de Stichting voor Waarheid, dat het gaat om het belang van de volksgezondheid. Voor Waarheid stelt dat sprake is van gevaar voor de volksgezondheid. En ja, met dat belang is volgens ons dan de spoedeis ook feitelijk gegeven. Voor Waarheid heeft zich op standpunt gesteld dat de middelen voor de schorsing van de handelsvergunning is verzorgd dat die niet voldoende vereisten. En ook dat de rechtsbasis waarop die was gebaseerd, dat die onjuist bleek. Ja, dat daarvoor is verwezen naar de bevindingen van het Kogem-rapport in het oorspronkelijke handhavingsverzoek. En dat is allemaal in dat verzoek ook uitgebreid toegelicht onder verwijzing naar de relevante bronnen. En meer recentelijk heeft het RIVM zelf ook op NPO Radio losgelaten dat er door de vaccinaties mensen zijn overleden. Ik heb daar nog een stuk voor graag zou willen overleggen. Mm-hmm. Ja, dank u wel. Kijk uit voor de kabel hier, zodat u niet staat. Een tweet van NPO 1, geloof ik. Daarmee wordt het belang dat met spoed door het CBG zou moeten worden beslist op het handhavingsverzoek, dat wordt daarmee verder onderstreept. En omdat zonder op de inhoud van de zaak in te gaan de risico's voor de volksgezondheid niet op voorhand kunnen worden uitgesloten, is het spoedeisende belang wat ons betreft gegeven. Deze procedure leent zich gezien de aard van de procedure, die zich kenmerkt door korte termijn en enkelvoudige behandeling, normaliter niet voor een uitgebreide inhoudelijke discussie over het recht, en ook niet over wetenschappelijke bevindingen. De bedoeling van verzoekster was nu juist ook om het CBG daar eerder over een inhoudelijk standpunt te laten innemen, maar dat hebben ze dus tot nu toe geweigerd. Mm-hmm. Of er op dit moment meer of minder prikken worden verhandeld of gezet, dat doet volgens voor Waarheid ook niet aan de spoedeisendheid af. Zolang er immers een ondeugend product op de markt is en in de handel blijft, dan wordt een onaanvaardbaar risico genomen. Dus uit voorzorg zou die handelsvergunning dan moeten worden geschorst volgens Voor Waarheid. Tenslotte wil ik er ook nog even op wijzen dat er naar verwachting het najaar weer een nieuwe boosterronde zal gaan plaatsvinden. En nu het CBG zich eerder ook niet aan de wettelijke termijnen heeft gehouden, zoals in deze procedure tot nu toe ook is gebleken, we zijn nu een half jaar verder,
kan een definitieve beslissing van het CBG of een rechtelijk oordeel daarover, kan ook maar zomaar weer weken of maanden op zich laten wachten. En ook daarom is het belang dat er nu een rechtelijke beslissing over wordt genomen over dit onderdeel van de procedure. Dus over de bevoegdheid van het CBG om deze schorsing te doen. Helder, goed, dank u wel. Kijk even nu, wilt u ook daarop reageren? Ik wil daar wel iets over zeggen, want er zijn natuurlijk twee verdragen van belang. Als het gaat over bevoegdheidsverdeling van taken tussen Nederlandse, als we kijken naar Nederlandse bestuursorganen of bijvoorbeeld Europese bestuursorganen. Daarvoor moeten we kijken in het EU-verdrag en daarvoor moeten we kijken in het werkingsverdrag van de Europese Unie. En als je kijkt in artikel 3 van het werkingsverdrag van de Europese Unie, dan staat daar heel letterlijk: de Unie is exclusief bevoegd op de volgende gebieden. A. De douane-Unie. B. De vaststelling van mededingingsregels die voor de werking van de interne markt nodig zijn. C. Het monetair beleid voor de lidstaten die de euro als munt hebben. D. De instandhouding van de biologische rijkdommen van de zee in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid. En E. De gemeenschappelijke handelspolitiek. En daar stopt het. Dat zijn de enige exclusieve bevoegdheden die de Europese Unie heeft. En vervolgens staat er in artikel 4 van het werkingsverdrag van de Europese Unie heel duidelijk in lid 1. De Unie heeft een met de lidstaten gedeelde bevoegdheid in de gevallen waarin haar in de verdragen een bevoegdheid wordt toegedeeld die buiten de in artikelen 3 en 6 bedoelde gebieden valt. Lid 2, de gedeelde bevoegdheden van de Unie en de lidstaten betreffen in het bijzonder de volgende gebieden. A tot en met K, ik zal u A tot en met I besparen, of A tot en met J besparen. K is heel duidelijk de gemeenschappelijke veiligheidsvraagstukken op het gebied van volksgezondheid voor de in het onderhavige verdrag genoemde aspecten. En vervolgens staat er nog in artikel 6 van het werkingsverdrag van de Europese Unie: de Unie is bevoegd om het optreden van de lidstaten te ondersteunen, te coördineren of aan te vullen. Dit geldt voor de volgende gebieden wat een Europese dimensie betreft. A tot en met G. A. Bescherming en verbetering van de menselijke gezondheid. Het is dus heel duidelijk dat we hier te maken hebben met een gedeelde bevoegdheid. Niet met een exclusieve bevoegdheid, nee, met een gedeelde bevoegdheid. Dat betekent dat zowel het CBG als de EMA mag ingrijpen, met als enige verschil dat het CBG natuurlijk niets te zeggen heeft over het territorium van de andere 26 lidstaten. Dus dat wij alleen maar dit verzoek kunnen indienen, hè, om de handelsvergunningen te schorsen. De Europese handelsvergunningen die zijn afgegeven voor het Nederlandse grondgebied, waar de EMA dat zou kunnen doen voor alle 27 lidstaten. Maar het zou natuurlijk volstrekt ridicuul zijn om te zeggen dat het CBG niet de bevoegdheid heeft om hier in te grijpen, terwijl er iedere dag mensen dood neervallen door die spuiten. Ik hoorde ook eigenlijk niet zeggen dat de bevoegdheid niet bestaat, maar gewoon dat er geen aanleiding is om dat in dit geval te doen. En dat is nou juist het punt waarover wij een beslissing hadden gevraagd en die wij niet krijgen. Dus daarom, ja, in feite wordt ons gelijk gegeven. Er had gewoon een besluit moeten worden genomen op het handhavingsverzoek. En of het nu bespoedeisend is, ja, goed, dat komt eigenlijk ook door het CBG nu, dat we nu in deze situatie terecht zijn gekomen. En zoals gezegd, de spoedeisendheid is er gewoon nog, want de risico's bestaan gewoon. Helder. En u zegt, de gedeelde bevoegdheid is er in ieder geval. En op grond daarvan had het college wel degelijk, of heeft het college wel degelijk de mogelijkheid om... Ja, ik hoor het eigenlijk bevestigd worden van... Het viel me wel op, en het werd ook een andere kant al benoemd, dat u in dat bericht wat dus binnenkomt en wat u dan uiteindelijk beantwoordt door te zeggen van nou, u moet niet bij ons zijn, dat u dan eigenlijk deze motivering verder niet meegeeft. Exact. Het CBG moet op grond van artikel 51 van de Geneesmiddelenwet, er staat letterlijk, het college, dat bent u, schorst een handelsvergunning, wijzigt deze of trekt deze indien A tot en met J. Het staat er letterlijk dat u die bevoegdheid heeft om te schorsen. Ik heb voorzien niet wat er in de geneesmiddelen... Nee, dat is niet waar, want er staat heel duidelijk in artikel 51 lid 1 sub I en in artikel 51 lid 6 bij de toepassing van dit artikel is dus artikel 51... van de Geneesmiddelenwet, neemt het college artikel 31, derde lid van richtlijn 2001-83 in acht. En wat staat er in 31 lid 3? Kennelijk hebt u het nog steeds niet gelezen. Onverminderd lid 1 kan
kan. Hè, werkwoord kan een lidstaat. Wanneer in enige fase van de procedure dringend optreden ter bescherming van de volksgezondheid geboden is. De vergunning voor het in de handel brengen, opschorten en het gebruik van het betrokken geneesmiddel op zijn grondgebied verbieden. Totdat een definitief besluit wordt vastgesteld. De lidstaat stelt de commissie, het bureau en de andere lidstaten uiterlijk de volgende werkdag van de redenen voor dit optreden in kennis. Ik kan het niet duidelijker voor u maken. Het staat in de wet. Wilt u daar nog op reageren? Ja. Wauw. Maar als ik dan dit zo over en weer hoor, kan ik dan wel vaststellen dat er in ieder geval discussie is over de bevoegdheid? Nou, even terug naar het verzoek zelf, hè, dat wat per mail binnenkomt. U zegt, ja, dat komt als een informatieverzoek binnen, althans, we hebben het ook opgevat. Als je nou kijkt naar de bewoordingen, Stichting voor Waarheid zegt, ja, dat is toch duidelijk een handhavingsverzoek geweest. Staat er ook in vermeld dat het ook zo kan worden opgevat? Trevon. U zegt, we zijn niet bevoegd, maar is dat dan ook niet een besluit uiteindelijk, hè? Er is ook wel rechtspraak over. Omdat de discussie is over een bevoegdheid. Hè? Je klopt aan bij een bestuursorgaan. Stel, ik heb last van de boom van de buurman. En ik stuur een berichtje naar het college met het verzoek om die boom om te hakken. Dan kan ik me heel goed voorstellen dat het college zegt, daar zijn we niet de juiste instantie voor. Nee, maar er is ook rechtspraak over, die zegt, prima, dan is het ook een feitelijke mededeling. Aan de andere kant is er ook rechtspraak, die zegt, op het moment dat je aanklopt bij een bestuursorgaan en er is discussie over de bevoegdheidsvraag, dan is het antwoord van de bestuursraad linksom of rechtsom soms onder omstandigheden op te vatten als een besluit. Kunt u er tegenaan? Ja, anders, ongetwijfeld. Ja, totaal anders. Ja, weet je wat het merkwaardige is? Het is op de een of andere manier, als het over geneesmiddelen gaat, dan lijkt het alsof mensen een soort waas voor hun ogen krijgen en niet meer normaal logisch kunnen nadenken met gezond verstand. Want op het moment dat je dit zou vertalen naar een andersoortige situatie die hier wel heel erg op lijkt, maar dan kennelijk wel tot de verbeelding spreekt, is een situatie waarbij we bijvoorbeeld te maken hebben met een Europese handelsvergunning die is afgegeven voor potjes babyvoeding, gepureerde worteltjes. Die is bijvoorbeeld die fabriek die heeft nagedacht, waar wil ik dat spul allemaal verhandelen? Nou, dat wil ik in Nederland, Frankrijk, België, Duitsland en Spanje doen. Dan kan het om praktische redenen natuurlijk slimmer zijn om te zeggen, we gaan een Europese handelsvergunning aanvragen in plaats van 5 losse nationale handelsvergunningen. Dus dan vraag je een Europese handelsvergunning aan bij de EFSA, de European Food and Safety Authority, een soortgelijke club als de EMA. En dan ga je vervolgens vragen, of tenminste, je gaat dan vervolgens in die 5 landen daadwerkelijk jouw potjes gepureerde babyvoeding in de schappen brengen. Door middel van hele distributieketens. En wat blijkt, er belanden op een gegeven moment allemaal babytjes op de intensive care in Nederland. Wat gebeurt er dan? Wat is het meest logische gevolg? Die artsen gaan natuurlijk eerst proberen zo'n babytje op te lappen, maar vervolgens gaan ze natuurlijk vragen stellen aan die ouders van, hey, wat is er gebeurd? Want ze komen bijvoorbeeld glasscherfjes tegen in de maagjes van die baby's. Dan is natuurlijk het eerste wat je gaat bedenken als arts, oh, wacht, misschien is er iets met die voeding aan de hand. Dus ze gaan dat vragen. Als nou blijkt dat al die ouders zeggen, ja, we hebben babyvoeding van merk X hebben wij aan ons kindje gegeven, dan is het eerste wat er daarna gebeurt dat die arts gaat bellen naar de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de NVWA. Dat zou je dan eens kunnen vergelijken met het CBG. Nee. De NVWA die zegt dan vervolgens, dank voor de melding, wij gaan hier achteraan. Dus die gaan uitzoeken wat voor soort handelsvergunning is dit. Dan blijkt het een Europese handelsvergunning te zijn voor 5 landen. Althans, die in 5 landen wordt gebruikt. Wat ze dan zullen doen is natuurlijk een melding vervolgens maken bij de EFSA, zodat de EFSA vervolgens weer de lokale voedsel- en warenautoriteiten van, in dat geval dan dus Duitsland, België, Frankrijk en Spanje kan bellen om te zeggen, jongens, er moet worden ingegrepen. Er moet onmiddellijk een product recall worden gedaan. He, die spullen moeten uit de schappen. De handelsvergunningen moeten gepauzeerd worden, zodat we even kunnen uitzoeken wat hier aan de hand is. Gaat het hier om een machine in een van de fabrieken waar wat dat kan, hè? Dat er gewoon met een bepaalde batch wat verkeerd is, of met een hele batch, kan ook. Dan ga je dat op deze manier uitzoeken. En het zou toch onvoorstelbaar zijn dat als zo'n arts dan belt naar de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit om te zeggen, jongens, we hebben een probleem, er liggen baby's te sterven op de intensive care. Dat je dan gaat zeggen, oh ja, nee, sorry, verkeerde loket, bij mij moet je niet wezen. Ga maar lekker even in het Engels of in het Frans communiceren met de EFSA in plaats van in het Nederlands volgens je eigen lokale gebruiken, met je eigen instellingen die gewoon precies weten
hoe het hier in Nederland is geregeld. Volgen, hè? Dan, volgens mij heb ik het college net horen zeggen dat het eigenlijk ook zo werkt bij medicijnen. Maar dan kom je eerst bij de inspectie voor de gezondheidszorg uit. Die verzamelt dan meldingen. Als dat nou op Europees niveau gebeurt, dan zou er eventueel Europees dus voldoende aanleiding zijn om wat met die handelsvergunningen te gaan doen. Maar dat is dan eigenlijk hetzelfde wat u zegt en volgens mij in lijn met wat het college eerder zei. Klopt. Ja, ik zie u knikken. Dan was er een doorzichtplicht geweest, denk ik nog, voor dat verzoek. Dus hoe dan ook had er iets mee gedaan moeten worden. En dat is ook het probleem wat er wordt nu gezegd. Ja, we hebben het gezien als een informatieverzoek, want dat kwam via dat kanaal binnen. Maar goed, het probleem vaak met bepaalde bestuursorganen is dat het moeilijk op digitale manier mee te communiceren valt. En dat dan het enige kanaal is waar je zoiets kan indienen. En je zegt letterlijk dat de bewoordingen had duidelijk moeten zijn. Dat er bestaat ook zoiets als een telefoon. Hè? Want er staat ook een telefoonnummer op het formulier. Dus dan kan je ook bellen om te vragen, goh jongens, hoe moet ik dit opvatten? Is het een informatieverzoek? Is het een handhavingsverzoek? We zijn nu een half jaar verder. Hè? Ja. En je zegt gelet op hè, de bewoordingen van het verzoek had het college wel degelijk een taak en ook moeten doorpakken. Goed, de andere kant zegt, nou dat zien wij toch anders. Dat is heel kort samengevat over weer standpunten. De standpunten zijn voor mij helder. Ik kijk even nu bij de, u hebt ook naar voren gebracht dat ze eventueel zou mogen worden doorgepakt, zoals we dat noemen. Hè? Dat ook op beroep mag worden beslist. Ja, wat er trouwens in het verzoekschrift nog niet gezegd dat ook de FOVO gewoon kan worden toegewezen. Maar dat kan natuurlijk ook in principe. En dan met die schorsing voor het Nederlands grondgebied. Ja, dus het primaire verzoek is dat. Hè? Het subsidiaire verzoek is om het college de gelegenheid te geven om nog inhoudelijk te reageren op het verzoek. Ja. Goed. Kijk, even het college. Heeft het college bezwaar tegen eventueel doorpakken als ik daartoe kom? Dus beslis op het beroep wat ook inmiddels aanhangig is. Ik denk dat in ieder geval primair zou kunnen worden gezegd, dat had op de bevoegdheidsvraag moeten worden beslist. Dus zou ook nog kunnen kunnen kortsluiten en dan beslist op het beroep zeggen van, u moet binnen 2 weken inhoudelijke beslissing nemen op die bevoegdheidsvraag. Ja, het subsidiaire verzoek, hè, wat aan het verzoek hangt. Ja, helder. Heeft u alles naar voren kunnen brengen wat u naar voren wilde brengen? Ja, wat mij betreft wel, denk ik. College ook? Ja, goed. Dan ga ik over het verzoek nadenken. Wat ik ervan moet binnen 2 weken duidelijk zijn. Dat lukt over het algemeen. Het lukt over het algemeen ook zelfs om al eerder een beslissing op te geven. U krijgt dan vanzelf bericht over, uiteraard. Hoeft u niet voor naar de rechtbank te komen. Het college geldt uiteraard hetzelfde. Ja, prima. In ieder geval dank allen voor uw komst en toelichting. En voor uw betrokkenheid bij. Het gaat hier om mensenlevens. Dat is het laatste wat ik erover wil zeggen. Ik denk dat iedereen die hier voor ogen heeft. Het gaat hier vandaag over saamhorigheid. Dag zonder hemel. Ligt niet. Normaal maken is wat niet is normaal. Every nation, in every region, now has a decision to make. Decision to make. Decision to make. En dan ook geen hel meer. You think I'm joking? Predator drones. Dat is best makkelijk. You will never see it coming. Wat dacht je alle mensen? Laat staan dat ik kan ingaan over familie. Bezig met vandaag.